Welkom bij NL Magazine, Go to the Movies. Ik ben Maurice. Ik ben Patrick. En vandaag gaan we het hebben over Gold. Ja, ik vond een goede film, Maurice, die ik gezien heb. Ja. Ik vond het echt een goede film. Ja, ik had een beetje verwacht dat het zo'n film zou zijn als Wolf van Manhattan. Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street, ja. Dus dat had ik een beetje verwacht. Ja. En het, ja, enigszins leek het er wel op, vond ik. Moet ik heel goed zeggen. Het verhaal wel een beetje, maar de toon zet ik niet. Nee. Alles was wel sneller met over flitsende dingen. Klopt. Dit was meer, hier zit gewoon iets meer drama in. Het verhaal was wat langzamer. Ja, zeker. Ja. En ja, dat vond ik wel. Daardoor had het gevoel dat het geloofwaardiger was. Ja. Maar straks bij de spoilers gaan we even echt erover hebben of het wel of niet echt geloofwaardig was. Ja. Nou ja, maar laten we dan eens even hebben over de hoofdrolspeler, Matthew McConaughey. Ik vond het heel goed. Ik vond de rol vond ik erg goed geportretteerd. Ja, ja. Hij was heel geloofwaardig. Ja. Wat het mooie was, laat ik wel zeggen, hij was echt zo'n alcoholist. En dat bleef er gewoon echt in zitten. En ondertussen deed hij toch rare dingen. Denk ik, hij is kapot en dan weer niet. En dat setting in de jaren 80, kwam er ook wel echt uit. En ik vond het heel vermakelijk. Het werd wel een lange film. Hè? Ja. Iets meer dan 2 uur. Ja. Maar uiteindelijk, ik heb er wel van genoten. Ja. Ik vond het wel weer een hele goede. Eigenlijk een beetje weer iets anders dan normaal. Is dat wat ik bedoel? Ja, we hebben laatst natuurlijk heel veel soort acties. En en dit is weer eens echt een verhaal waar we nou eens in zitten. Nee, ik vond sowieso al de acteurs omheen, die deed ook wel goed daar trouwens. Ja. Ik weet helaas niet hoe die man, die kale man van... Nee, ik kan zeggen kale man, maar de mensen hebben geen idee, want die hebben de film niet. Nee, is waar. Nee, dus maar er zaten hele goede spelers in, laat ik zo zeggen. Dus behoorlijke research is er weer vandaag naar alle verschillende acteurs en actrices. Nee, maar we weten er eigenlijk maar één. Ja. En de rest weet waar niet. Terwijl er wel bekende mensen in speelden. Ja, maar hij was gewoon centraal. Het hele verhaal ging echt... Ja, daarom. Dus dat vindt niemand erg, hoor. Nee, de rest was meer als inkleuring van het verhaal. Ja. Zelfs de partner. Dus hij speelde samen met een partner, die zakelijke partner dan. Ja. Ook die had een goede rol. Maar ook die was alleen maar ter inkleuring van zijn personage. Klopt, ja. Klopt, ja. Terwijl het eigenlijk best wel eigenlijk om die twee had moeten gaan. Ja. Maar er werd op hem minder ingericht. Ja, nee, het is wel duidelijk. Hij was de ster. Ja. Nou, dan gaan we het eens eventjes hebben over de film in het algemeen. Dus mensen die zeggen van, willen we hem nog graag zien? Die moeten straks weer schakelen. Maar voordat we dat doen, eerst een cijfer. Cijfer, ja. Ik geef hem een 7,5. Ik geef hem een 8. Oké. Ik vond hem beter dan een 7,5. Oké, nou, dus het is wel de moeite waard om naartoe te gaan. Zeker de moeite waard om naartoe te gaan. Ja, zeker de moeite waard. Ja. Dus het is een aanrader. Oké. Goed. Dan gaan we zo aftellen. Gaan we aftellen. Gaan we weer, Maurice. 3, 2, 1, spoilers! Oké. Nou, ten eerste, laten we eens even praten over, over het feit wat er waar en niet waar is. Het is gebaseerd op waar gebeurde, eigenlijk events, zal ik maar zeggen. Een beetje van de true story. Ja. En dat is heel ruim bij Hollywood. Is heel ruim. Wij hebben, waar ik wel even gedaan, ik was wel heel nieuwsgierig toen ik uit de bioscoop kwam, van wat is er echt, wat is er niet echt. Dus ik heb wel even daarover gelezen. En er is een hele hoop niet echt, terwijl er wel fragmenten zijn die waar gebeurd zijn. Dus een schrijver zei ook, die de film geschreven heeft, van de belangrijkste aspecten zijn waar. Maar ja, wat dan de belangrijkste aspecten zijn is allemaal de vraag, zal ik maar zeggen. Ja. Wat is bijvoorbeeld waar? Aan het eind van de film wordt hij uit een helikopter gegooid of niet gegooid. Het personage wat in de jungle wat goud zou gevonden hebben, wat achteraf dus blijkt dat hij dat eigenlijk zootje genept heeft. Ja. Hij heeft van de lokale goud gekocht uit de rivier. Heeft hij allemaal steeds. De core samples heeft hij steeds. Hoe noem je dat? Beïnvloed? Maar er zijn een speciale namen voor. Om het bestrooid, zou maar zeggen. Ja. Ja. Klopt. En dat is uitgekomen uiteindelijk. Daardoor is het zootje natuurlijk geklapt. Er was helemaal geen goud. In het echt vond ik wel leuk om te lezen. Had hij met zijn trouwring, zat hij het eerst. Hij zat zijn trouwring zat hij af te schaven. Zat hij zo boven die core samples, zo maar zeggen. Dus dat was wel leuk om te lezen. En daarna heeft hij van de lokale inderdaad goud gekocht om verder ermee te gaan. Dus dat was wel een stukje waar. Op een gegeven moment wordt hij uit die helikopter gegooid. En hij is inderdaad, heeft hij zelfmoord gepleegd uit de helikopter. Ja. En zogenaamd op de terugweg van de mijn naar de hoofdstad. Er zaten geen militairen in, dus die kunnen hem niet uitgegooid hebben. Militairen hebben hem wel gevonden. En het lichaam dat werd gevonden, dat was inderdaad aangevreten door zwijnen of iets in die zin. Alleen het vreemde was, hij was helemaal, in de rapporten kun je lezen, hier wordt hollowed out. Dus er waren geen ingewanden meer in. Die zijn al opgevreten blijkbaar. Ja. Hoofd was weg, handen waren weg en voeten waren weg. Dus Overal waarmee geïdentificeerd kon worden lichamelijk, was er niet meer. Alleen zijn paspoort werd nog op hem gevonden. Nou, dat is natuurlijk wel
Ja, want we hebben het over een romp heb je eigenlijk alleen maar verder rest. Ja. Je voeten, alle herkenbare dingen waren er niet meer. Ja. En het lichaam lag er wel perfect bij, vond degene die dus die foto's heeft gezien uit de jungle en uit Amerikaanse media hebben ze het onderzocht. Ja, het lichaam lag er eigenlijk iets te mooi bij. Maar ja, dat weten ze nog steeds niet. Ze hebben wel brieven gevonden dat hij was overleden. En hij zou ook hepatitis B hebben, waar hij heel veel pijn zou hebben. Nou ja, het ligt in het midden allemaal, de waarheid. Maar het is eigenlijk een beetje, dat schemerde nu ook een beetje door die film heen, aan het einde. Dat hij natuurlijk, hij kreeg natuurlijk een check, heel veel speler. Klopt. En dan leek, kan je ook mensen in situatie, denk je van, hé, dat heeft iemand achteraf gestuurd. Ja. Dus je merkte wel, kijk, ze kunnen het niet hard maken, maar dat liet ze wel een beetje zien dat hij, net alsof hij toch in leven was. Het echte verhaal is in principe veel minder mooi dan het hier voorspiegeld werd. Er zitten heel veel dingen in die gewoon echt niet zo gebeurd zijn. Echt heel, heel veel. Maar ja, het is gebaseerd op iets. Hè? Dus ja, ze hebben een paar elementen genomen uit wat er gebeurd is en dat hebben ze doorgevoerd. En dat heeft wel een goede film gemaakt. Dus wat dat betreft... Ja, en ik vond het ook een leuk einde. Precies. Ik ben vooral altijd weer een beetje in de vraag van wat, hoe of wat. En, Maar kijk, hij is wel iemand die steeds allemaal dingen, heel veel verkeerde beslissingen heeft gedaan. Ja. En af en toe doet hij een paar goede dingen. Maar dat is echt afgegooid. Ja, zeker zien is het ook niet echt goed, want uiteindelijk is het allemaal natuurlijk een scam geweest. Klopt. Dus zoverre is met de vraag. Dus heeft hij het geniaal gedaan? Ja, vooral die anderen. Ja, maar ik denk niet dat die gozer dus die core samples had gemanipuleerd. Ik denk niet dat hij... in het begin dacht van, ik ga dit tot een miljarden enterprise helpen op dat niveau. En dan klap ik er zo je geld uit. En dan... Nou, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Volgens mij, als die opzet zou hebben, dan zou ook wel heel veel geluk bij moeten komen. En... Nou ja, het ligt eraan, want hij heeft het schijntje al eerder gedaan toen bij die bauxiet. Want dat had hij ook gewoon per ongeluk gevonden, verstelde hij. En toen heeft hij ook de boel... Koper had hij. Ja, hij zocht een bauxiet en hij vond de koper. En dat was ook uiteindelijk was dat gewoon een scam. Omdat hij dat per ongeluk vond. Per ongeluk, ja. Ja, dus, daar is zijn naam mee gegroeid. En toen heb je een theorie verzonnen met die gouden, wat was het nou? Shit, ik weet het niet. Ja, de golden, the ring of fire. Ring of fire. Ja. En dat is uiteindelijk is dat gewoon een bullshit theorie. Want dat werd later ook, dat vertelde je ook even, de andere wetenschappers die zeiden van ja, het is gewoon bullshit. Ja. En alle gevestigde oren geloofden hem niet. Uiteindelijk, er viel ook niet zo geloof, want de gevestigde oren, het gaat gewoon gelijk natuurlijk. Gelijk, ja. Dus daarom zie je dat vergeten. Dus ik denk dat hij meer wist dan hij zei. Ja. Achteraf gezien, ja, hij heeft het gewoon goed gedaan. En zoals het in de film is geportretteerd, is het van dat ze allebei goed vanaf zijn gekomen. Nou ja, allebei. Nou ja, hij is blijkbaar gesprongen uit de helikopter of vermoord. Dus één van de twee. Ik denk dat ook in scène is gezet. Dat denk ik ook, ja. Dus ik denk dat... Met Suharto, met die regering, die ook een zootje. Dus die hebben er flink aan verdiend. Die hebben ook aan verdiend. Die hebben gecashed voor het einde. Dus wat dat betreft... Dus iedereen die belang bij had, die heeft om geld van verdiend. En alle sukkels die hebben geïnvesteerd, die zijn geld kwijt. Die zijn er heel geweest, ja. En ook personeel. Ook dat, ja. Nou, we gaan het afronden. Ja. Anders duurt dat allemaal te lang. Ja, en dat willen we allemaal niet. Nee. Dus ik zou zeggen, ga hem kijken. Ga naar de bioscopen voor. Het is het zeker waard. Ja. En ik zou zeggen, tot de volgende film. Ja, dankjewel. Bedankt. Doei.